killer on the bar with the gun. Hij heeft niet genoeg power, jongens. We hebben Zorin mee, die heeft wel power. Zorin, wat ga jij doen vandaag? Ik ga 300 kilo zo vaak mogelijk deadliften als het kan. Dus dat betekent... 8 keer. 8 keer? 8. 300 kilo keer 8. 8 keer. Ik denk dat we eerst een scoopje moeten gaan nemen. Wow, de buiken V3. Oké, groeimaten. In november heb ik een wedstrijd. En dan wil ik graag 360 kilo deadliften. Dat is de hoogste deadlift van Nederland in powerlifting. Dus ongeacht leeftijd, categorie, gewichtsklasse of bond. 360. Dus ik ga vandaag 300 kilo zo vaak mogelijk deadliften. Om te kijken waar ik sta. Zodat ik in een voorbereiding gewoon goed kan toewerken naar die 360 kilo. Met de data wat ik heb vandaag. En jij bent de datacomputer. Ik ben de datacomputer. Nee, ja, Zorin en ik zijn allebei super gedreven om vooruit te gaan in de deadlift. Ik heb nu even een iets rustige periode. Ik ga gewoon eventjes spiermassa opbouwen om uiteindelijk sterker te worden in de deadlift. En Zorin moet vandaag pieken zoals je zegt. Dus we gaan 300 kilo voor zoveel mogelijk herhalingen knallen. 300 kilo is een idioot gewicht. Voor de meeste mensen is het met hun hele leven toegewijd aan de sport nog steeds niet mogelijk om 300 te deadliften. Dus 300 voor herhalingen is echt heel indrukwekkend. Hoeveel denk jij dat hij er kan? Realistisch gezien, 4. Maar omdat het Zorin is? Maar omdat het Zorin is, ook 4. Ik ga het tegendeel bewijzen. Ik ga gewoon voor 8. Ik ga gewoon voor 8. Dus dubbele. Zonder geen net even mijn nek gedragen. Ik ben daar vol mijn gezicht over gekomen. De tering, hè? Ik ben helemaal bezweet. Dus het is zo warm was hier. Blijven jullie nog voor de grote show of niet? Grote show? De Zorin show. Is Zorin al warm dan? Ja, hij heeft de kleine warming-upjes al gedaan. De scoop zit er al in. We hebben stoute blikken erbij gedaan. Van de super. Vrijdag, dankjewel. Vrijdagmiddag. Ga je hem naar shot kunnen? Hey! Zo! Salut. Fijn weekend. Lord Squirtle. Nou, ik ben het hart geraakt. Jongens, je blijft wel heel... Jij zit te twijfelen van, ben ik hier, ga ik hier eens goede voorbeeld geven of niet? Nee, hè? Oh. Proost. Salut. De 270 keer 9 heeft hij zonder straps gedaan. Moet je vertellen misschien over de grip, dat is wel interessant. Ja, normaal gesproken doe je gewoon mixed grip. Want je mag niet op wedstrijden met straps. Het voordeel van straps is natuurlijk dat je geen grip verliest met het trekken. Alleen het is wel, stel je bent op een wedstrijd en je hebt niet je grip getraind. En je kan bijvoorbeeld 340 doen, maar je grip houdt het niet. Omdat je de hele tijd met straps hebt getraind. Dat zou heel jammer zijn. En normaal gesproken doe ik dit ook. Gewoon mixed, alleen omdat ik in het begin al van deze voorbereiding bezig was met straps, zou het onverstandig zijn als ik nu opeens vandaag wel mixed grip ga doen, want dan verhoogt de kans op blessures. En dan met wedstrijd bordet je niet? Nee, want na deze 300, ga ik deloaden, ga ik even lekker herstellen van wat ik heb gedaan de afgelopen weken. Vanaf dat moment begint mijn nieuwe voorbereiding en dan begin ik ook weer met mixed grip. Ik ga ook meedoen. En ja, dan ook even 280. Ja! Oké! Even 280. Dat vrijdagmiddag! Ik kijk weer lekker. Ik ben aan het kijken. Ik heb net midden 2 uur hier gezeten met 30 graden binnen. Met Red van Sportpoeder. Even een podcast opnemen. We zijn open voor business, jongens, podcast. Stuur maar een mail naar collab@cleanutrition.nl. collab@cleanutrition.nl voor je podcast. Het is vrijdagmiddag, 30 graden buiten. Zorin die gaat 300 kilo deadliften, zo vaak mogelijk, in de Gouden Tempel. Hij wilde dat speciaal hier doen, zodat wij hem even konden supporten. Come on, come on, come on!
Okay. Ik denk, hou je even zo vast als je valt, snap je? Jij zei 4, hij heeft er wel 1 extra gedaan. Ja, 4. Ik raak helemaal bezweten van zijn lift. Maar je moet zien, dit is absurd, hè. Je zet zoveel kracht. En je ziet bij die derde, waarschijnlijk heb jij in je hoofd al die derde haling van oh shit, dit is bad. En dan die vierde moet je dan doen. Dat en dan denk je eigenlijk, als ik die haal is het mooi. En dan nog een vijfde doen. Het is niet normaal 5 keer 110% te geven. Ja. Nee. Hey, ik dacht bijna, of je gaat KO, ja. Of je krijgt uit je neus lopen bloed gaan. Daar zit hij, gezond. Even bijkomen. Gezond. Even zitten. Hij is helemaal rood, hè? Blij dat je even zit, hè? Blij dat ik even zit. Zo. Jezus. Lekker hoor. Ik kijk dat even later in. Ja, nou jongens, allemaal bij Clean Nutrition. Abonneer voor een grotere chest. Grappig goud, groei lekker. Fuck, joh. Niet normaal.